Robin Martens vertrekt uit Goede Tijden, Slechte Tijden. Dat haar alter ego Ricky de Jong de soap verlaat, verrast niet alleen de fans, maar ook Robin zelf. Shelley zag erop. Robin, je gaat stoppen, waarom? Ja, nou, het is eigenlijk niet mijn eigen keus. Na ruim 7 jaar goede en slechte tijden valt het doek voor haar soap-personage Ricky de Jong. Ik kan me best voorstellen dat je denkt, wat? Ja, nou ja, dat was ook wel mijn eerste reactie van, en hoezo? Want ik heb 2 kindjes in de serie natuurlijk. Ja. Maar uiteindelijk is het ook zo gebracht dat daar ook allemaal niet aan lag. Dus het heeft ook gewoon te maken met verhaallijnen. En ja, ook daar kan ik natuurlijk weinig over zeggen. Ja, want de laatste opnamedag zit er al op. En dat valt de actrice best zwaar. Want je leidt toch 2 levens. Ik ben Robin, maar ik ben ook Ricky. En ja, in het weekend en in de avond ben je natuurlijk ook, maar overdag speel je gewoon Ricky. Speel je dat leven. Dus dat mis ik ook. Ik mis haar ook. We hebben nog wat voor je. Oh my god, no. Lieve schat. No. Je verlaat de serie. Je bent me heel erg dierbaar. En ik heb hier wakker van gelegen. Maar je gaat een hele mooie toekomst tegemoet. En daar ben ik heel erg blij om. Dus ik wens je heel veel succes uiteraard. En ik zie je snel. Dikke zoen. Doet je wat, hè? Ik ga je gewoon knuffelen. Ik probeer het tegen te houden, dat lukt niet. Want ik praat zo lelijk als ik huil. Nee hoor, je blijft prachtig. Hij is mijn paps. Ja. Nee, hij is mijn tv-paps, maar hij is ook echt een hele goede vriend. Ja. Ja, hij zit wel echt in mijn hart. Maar Robin gaat niet stilzitten. Met haar vriendin Silly gaat ze vanaf 1 januari vloggen op haar eigen YouTube-kanaal Silly en Robin. Dat vloggen, daar word je dus nu super goed in. Dat hoop ik. Ik heb vooral veel lol. Met mezelf. En met Silly natuurlijk. Ja. En nu met jou. Maar als we in jouw vlog zitten, waar gaan we het over hebben? We hebben het allemaal over gekke dingen. We gaan dansen, we gaan zingen. Dit is zo raar. Zo met hem. Wat mij niet helemaal duidelijk wordt, is waarom ze nou stopt. Ik hoor verhaallijnen, weet ik veel. Maar wat is nou de reden dat ze eruit gaat? Nou ja, ze is er gewoon uitgeschreven. Ze zit er al 7,5 jaar in. En de schrijvers hebben bedacht dat de personage nu gewoon stopt. Ze gaat naar Rotterdam met haar 2 kinderen. En ze gaat dus even weg. Maar ze gaat niet dood in de serie. Dus het is geen definitief einde. Wie weet komt ze ooit nog terug. Maar voor nu is het even klaar met Ricky. Ja, en gaan die kinderen mee? Die kinderen gaan mee naar Rotterdam, okay. Dus ja, wie weet komen die ineens weer over 10 jaar, zijn ze ineens 20. Ja. En komen ze weer voor. Zoals het gaat in zo. Ja. Wat gaat ze doen? Wat zijn de plannen behalve het vloggen? Nou, daar is het dus een beetje vaag over. Ze zegt, ik heb plannen, ik ga dansen, ik ga acteren, misschien ga ik wel presenteren. Ze wil er nog niet veel over zeggen, maar er zitten wel dingen aan te komen. Dus ze hoopt ons in januari groot nieuws te brengen dat ze iets nieuws gaat doen. Ze had toch al groot nieuws met een vriend? Ze heeft toch een nieuwe liefde? Nou, kom op, die nieuwe liefde, dat heb ik dus geprobeerd, maar daar wilde ze helemaal niks over zeggen. Je bent wel heel erg verliefd. Ja, dat klopt. Ja. Vertel. Ja, dan ga ik niet verder over vertellen. Niks over vertellen, kom op, iets. Sorry. Maar je bent wel heel verliefd, hoe heet je ook weer? Dat ga ik ook niet vertellen. Ah, come on. Hint de hele tijd op die nieuwe liefde. Dit plaatsen dan op de Instagram en dan... Precies, maar dat is dus best wel geheim. Maar het is wel fijn dat hij in ieder geval voor de is. Want ze zei wel van, nou, het is best ook wel even een zwart gat waar je in valt. Hè? Als je 7,5 jaar dat hebt gedaan en je raakt je werk, misschien ook een beetje je vrienden daar kwijt. Maar goed, ze is nu druk met vloggen, met haar nieuwe vriendin. Dus ja, ze is hartstikke druk bezig. Laatste dag dat we haar kunnen zien in de serie? Aanstaande donderdag vanaf morgen dus op Videoland. En dan volgende week echt op tv.